Af en toe mag het ook eens verfijnd zijn. Absoluut. Dat gaan we nu doen. Oké. Okay. Geglaceerde wortelen. Geglaceerde wortelen. Ja, dat kan met suiker of dat kan met honing. Ja. Wortelen zijn op zich al een beetje zoet. Maar wanneer iets zoeter maken, wortelen mogen geschild worden. Ja. Plakjes snijden. Ja, daar is niks moeilijks aan. Gewoon al die worteltjes of de helft of zo? De helft is oké. Okay. Ga de shallotten snipperen. Daar gaan we straks mee beginnen. De shallotten iets sterker zijn. We gaan die stoven, dan worden die zacht van smaak. Voilà. Maar niet zoet. Nee. Je hebt zoete uien. Ja. Deze is niet zoet. Voilà. Snipperen. En dan moest ik hier iets mee snijden, had ik gezegd, hè? Ja. Plakjes. Doe maar zo dun mogelijk. Oei. Ja. Ja, dat ziet er goed uit. Tussen kookt het water voor de doperwten, zijn verse doperwten. Kort koken. Tussen is de olie warm, gaan de shallot aanstoven. Ik ben inmiddels ook klaar, van achterstand ingehaald. Hier ligt ook nog iets dat enorm lekker ruikt. Ja? Dat ruikt naar het zuiden van Frankrijk, naar vakantie. Ten. Zon. Zon en vakantie. Met takje en al erin? Ja. Okay. Gewoon die grote takken eraf. Voilà. Hoe lang moesten die kort koken? Die mogen gezift worden, afgieten en even verfrissen. Die gaan we op het einde van de wortelen doen. Kort overhogen en aanstoven. Dus je had gezegd die doperwten in ijswater had ik gezegd. Ja, klopt. Voor, dat blijft dan mooi groen. En ja, en die mogen blijven mooi stevig. En dan op het einde gaan we dus bij de wortelen doen. Eventueel kunnen we nog wat krop slaan, fijn snipperen en op het allerlaatste toevoegen. Ja. Dus onze wortelen zijn nu halverwege, half kaar. Honing toevoegen. Een eetlepel of twee. Aha. Dus dat is de honing die je erbij doet. En dat gaat het dan ook veel zoeter maken, zeg maar. Zoeter. En enorm lekker, hè? Ja. Dat stokje tijm, dat hadden we er toch uit veronderstellen. Op het laatste gaan we het eruit halen. Ja. Hoe lang moet dat in die pot zien? Dat gaan we een minuut of 10. We gaan nu iets zachter zetten. Voilà. En dan, daarbij had je gezegd om op te warmen. Het allerlaatste, mee opwarmen. Mag ik er gewoon bij doen? Ja. Oké. Okay. En tenslotte afkruiden met peper en zout. Cool. That's it. Dus Tim, gewoon wat je zegt, hè? Ja. Alles hier maar bij, met de jus en de tijm en alles erin. Ja, alles. Voilà. Smakelijk. Jij ook.